Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van City Skylines. Hi Jelko. Net na de vorige video van City Skylines was al, ik denk, 1 of 2 of zelfs 1,5 maand terug. Ik denk toch, want het is al super lang geleden. Toen, net na die vorige video van City Skylines, was ik nog aan het kijken geweest naar jou. Naar jouw stadje, Jelko. En ik had gezien dat uw stad elektriciteit krijgt van windmolens. Dat is. Dat weet ik nog even. Maar het is gewoon dat probleem dat ik heb zonder te saven, dus het staat er niet meer in ofzo, maar zonder te saven heb ik eens getest door nog één windmolen erbij te plaatsen. Ik heb het niet gesaved omdat ik niet weet waar dat ik het moet plaatsen, waar dat je het liefste wil. Maar en toen flikkerde het gebouw niet. Maar als dat bij jou niet werkt, dan moet je het gebouw nog eens opnieuw plaatsen. Maar goed, we gaan door met ons stadje. Ik heb het stadje sinds toen niet meer gezien. Ik weet de ideeën niet meer dat ik in deze video haal. Waarschijnlijk gewoon upgraden. Zoals gewoonlijk. Misschien de Valberg. Hey, die naam weet ik nog. Oh my god. Oh flip. Dat was ik eventjes vergeten. En dat meen ik. Oh flip. Heel... De helft van Valley Square is gewoon onder water gelopen. Dat was ik gewoon vergeten. Holy damn. Hoe deed ik dat nou weer? Ah ja, zo. Ik verwijder alle huizen die op dit moment verlaten staan. Voor de mensen die met de net niet verstonden, ik verwijder nu de huizen die op dit moment verlaten staan. Dat is wat ik de net zei. Dat die huizen opnieuw gebouwd kunnen worden. Ook 2, 3 normale bewoonbare huizen heb ik per ongeluk kapot gemaakt. Dus, dit is gewoon even... Het begin van deze video is eigenlijk gewoon huizen verwijderen. Allee, huizen wegdoen. En natuurlijk ook fabrieken die vol met water zijn gelopen en natuurlijk verlaten staan daarna. Een natuurramp is het weer, hoor. Gewoon om dat stom hotel daar te zetten. Ja, natuurrampen gebeuren nou eenmaal. Of misschien 2 maal, dat weet ik niet. Dat is van daar hè, de laatste. Oh. Die weg kan ik zelfs nog even terugplaatsen natuurlijk. Als het water weg is. Of kan dat nu al? Nee, toch. Nee. Die weg heb ik per ongeluk weggehaald. Oh, flip, dat zijn nog, ik weet niet hoeveel dingen. God damn it! Knopje ingedrukt houden en alles wordt verwijderd. Helemaal prima. Hoppa. Waarom is er geen knopje om in te stellen dat alle verlaten huizen automatisch worden verwijderd? Waarom is daar geen knopje voor? City Skylines bestaat al best lang, dus... Oh, wacht. Hey, eerst stonden er ik weet niet hoeveel huizen. In een paar minuten zijn ze weg. Boom, bitch.
Maar er kunnen nog meer huizen verlaten komen. Bijvoorbeeld deze. En nog meer. Flip. Alsjeblieft. Zeg niet dat heel Valley Square dus ook dit gedeelte verlaten gaat worden. Dit is het enige gedeelte wat nog goed is. Van Valley Square. En dit is ook het gedeelte dat iets hoger ligt. Dus waarschijnlijk heeft dit wel een kans om te overleven. Hopelijk. Hopelijk zijn alleen deze huizen nog maar die verlaten gaan worden. Deze vier. Oh, oh. Het water begint een beetje weg te trekken. Oh, flip. Het gaat naar het industrieterrein. RIP industrieterrein. Allee, dat weet ik nu nog niet. Ik blijf in destruction modus. Ja, weet je wat? Op het einde van de video, ik laat de tijd normaal, maar op het einde van de video ga ik natuurlijk wel even nog eens halve verlaten huizen verwijderen. Terwijl hier een file van witte bussen staat. Wat zijn die hier aan het doen? Alsjeblieft zeg. Hier staat toch geen kruispunt? Of ja, verkeerslicht. Stoplicht, hoe je het ook wilt noemen. Ja, verkeerslicht is het. What the hell, niks anders is. Witte bussen. Oh my god. Maar goed, Robin Square. Ik was de naam weer vergeten. Dan moet ik even nog wat groter maken. En hopelijk wordt het verbeterd terug. Het probleempje van de busjes. Maar goed, ik heb dus al voor echt een heel, heel erg lange tijd geen City Skylines meer gespeeld. En dat meen ik serieus. Daar ben ik serieus, serieus mee. Klok een beetje dubbel op, maar één keer had mijn papa wel verteld van er is een nieuwe uitbreiding. Een nieuwe gratis uitbreiding. Heb je die al? Dus daarvoor heb ik City Skylines wel opgestart. Maar ik heb de werelden niet gespeeld. Ik heb de werelden niet opgestart. Alleen de werelden niet. Dus ja, dat was ook maar het enige. Anders had ik dat buiten de video's om. Nee, ik zou niks veranderen aan een stad buiten de video's om. Dat zou ik niet doen. Want ik wil alles delen met jullie. Hey! SS Ayelko Poep 1. Chirp X. En in een van mijn video's had ik het over die stippenlijn. Ja, dat is de border. Je kunt niet verder gaan dan dit. Valley Square is niet genoeg blijkbaar. Wat zei ik nu? De vuilberg is niet genoeg blijkbaar. Ik moet een tweede vuilberg maken. Bij het vliegveld. Het vliegveldse vuilbergje. De vliegveldse vuilberg. Ze vragen er nou eenmaal om het vliegveld midden in een vuilberg in een vuilnishoop te leggen. Dus ja, ze vragen er eigenlijk om. Ze vragen, ja, ze zeggen er zijn vuilnisproblemen. Ja, hey, dan plaats ik het ook midden in een vuilnisterrein. Of ik kan hier nog een tweede vliegveld zetten. Nee, de sloop is te steep, dus de helling is te steil. Waar stond dat nu weer? Ah, hier, ja. En als ik zeg van, waar stond dat nu weer? Ja, dan meen ik dat serieus ook. Echt? Dan meen ik dat serieus ook echt. Want ik ben de meeste dingen gewoon vergeten. Uit mijn hoofd gelopen. Maar mensen, tweede vuilberg. Gigantisch vuilbergje. En waarom noem ik het dan een vuilbergje? Ik bedoel, wat de heck. Oeh, past perfect, baby. Hell yeah. Even kijken naar de tijd. We zijn 9 minuten en 50 seconden bezig. Oh, dat gaat best snel. En aan jou, je weet het. Je zei van, dat je in nog een City Skylines video wil meedoen.
En als je daar morgen niet meer aan wilt meedoen, ja, dan is het eigen schuld. Je moet er wel aan meedoen, want ik heb het aan jou gevraagd. Wilt je eraan meedoen of niet? Hey, ik vind het serieus best jammer dat je niet in de World of Warships video wilt meedoen, want ik ga een freaking opening doen van 13 van die containers. Je hebt nog tot morgen voormiddag eigenlijk om freaking dingen te zeggen over aan wat je wilt meedoen. Hey, dat is hier wel leuk wonen. Hier komt altijd een vliegtuig langs. En s'nachts schijnt er een hele lamp in uw slaapkamer waarschijnlijk. Een vliegtuig. Een vliegveldlamp. Ik bedoel, ja, het kan allemaal, dus ja. Waarom dan niet, hè? Schatje. Dat was mijn grapje. Politiekantoor. Meer vuilnisbeelden. Bulten, belten, bellen. Libellen. Kennen jullie die reclame nog van Libellen? Ik bedoel, wat de hek. Hek, 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 hekken. Hekken vind ik wel leuk. En dan zeker niet. Nee, ik doe niet aan hekken, maar ik gebruik wel cheats in GTA. Bijvoorbeeld, ja. Invincible of. Iets in die trant. Ook handig voor vliegtuigen. Een hele stroompaal. Net voor het gedeelte waar ze moeten landen. Hier landen vliegtuigen. Dan rijden ze zo over de ding, de taxibaan. Parkeren ze hier, pakken ze iedereen op, of zetten ze iedereen af. Gaan ze hier en stijgen weer op. En dat is handig. Heel handig. Dat dan zo precies moet liggen. Maar het is niet anders. Als je in mijn stad komt wonen, moet je eerst een risico nemen om te denken van ga ik met het vliegtuig of niet. Want de landingsbanen zijn heel gevaarlijk. En oké, Robin Square wordt echt gigantisch. Dit hele stuk dat ik er net heb bijgezet. Deze hele baan wordt nog van Robin Square. Wacht. Dit wil ik. Oh, we zijn 13 minuten bezig, maar goed. Ik weet tenminste nog hoe dat ik in deze camera moet. Oh! Recht door het politiekantoor. Recht door de stroompalen. Recht met de vleugels door de bomen. En het gaat gewoon perfect landen. Zo doen piloten dat in noodlandingen eigenlijk in mijn stad. Pad, rad, mat, lat. Wat doet een lat hier? Oh, flip. Oh, nee. Dat was ik ook helemaal vergeten. God damn it. Ik zeg ook heel vaak godverdomme, maar dan in het Engels. God damn it is dat dan eigenlijk. God is God. En damn it is eigenlijk verdomme. Dus voor de mensen die geen Engels kunnen. Voor de mensen die geen Engels kunnen, maakt niet uit, jongen of meisje. We zijn 14 minuten bezig, dus het maakt allemaal niet uit. Stom grut. Nee, dat was een grapje. Maar mensen, oh ja, ik ging nog eens kijken naar. Oh, het water is weg. Weg repareren. Flip. Er ligt nog een beetje water in, daardoor kan ik freaking screenshots nemen. Maar mensen, like, abonneer voor eigenlijk de vliegtuiguitbreiding. Ik wil hier nog een weg laten lopen, recht naast het vliegveld. En ja. Hebben jullie genoten van deze kleine upgrade? Doe dan een like. Oh, deze keer krijg ik het er helemaal op. Like, abonneer en nog een screenshot, maar dan van de hele stad. En ja, nog even laten zien aan jullie mannen en vrouwtjes.
Dit is de hele stad tot nu toe. Hier is... Au, ik kom met mijn hand tegen het scherm. Hier is het voetbalstadion. Check een klein. Maar mensen, like, abonneer. En ik zou hier nog een stadsoprit moeten maken eigenlijk. Maar mensen, like, abonneer en bye bye.